In uw tijd was Marco Kroon niet heel onbelangrijk. Die deed een inlichtingenmissie. 2007, toen was u de baas van het MIVD. Belangrijk was ook dat de informatie werd verzameld vanuit het safehouse van de MIVD. Dus nou, van een belangrijke rol. Die Marco Kroon die komt er na 10 jaar later, komt hij met feiten naar buiten. Nieuwsuur zou er een uitzending aan wijden, maar de minister van Defensie weet die uitzending te verijdelen. Wat kunt u hierover zeggen? Nou, het safehouse van MIVD, dat heb ik ook gelezen. Wat dat betekent, weet ik niet precies. Maar wat ik wel kan voorstellen, is dat de operatie waaraan hij mogelijk deelgenomen heeft, dat soort operaties misschien in andere landen of op een andere wijze nog steeds plaatsvinden. Dus je wil daar gewoon niet over spreken, over hoe dat in elkaar zit en hoe dat werkt. Hij had dat ook tegen NATO niet moeten doen. Er zijn in deze zaak twee dingen die kan ik er heel makkelijk in het openbaar over zeggen. Ik vind dat er tenminste 2 doodzondes zijn, die, of misschien wel 3. Hè? Dus als iemand gedood heeft, is het om de juiste reden geweest. Dat doet het OM. Maar de eerste doodzonde van de militair is niet rapporteren wat er gebeurd is. Hij had absoluut niet de rang om te kunnen bepalen. Want zo hoog zat hij toen zeker niet in de boom en nu nog steeds niet, om te bepalen of een inlichtingenoperatie gevaar liep doordat hij een rapportage achterhield. Al had hij het een week later gerapporteerd en waren erachter gekomen, dan had hij hakjes moeten maken, zoals dat werd gezegd bij zijn meerdere. En het tweede, dat is echt een doodzonde vind ik, als jij zoiets meemaakt zoals ik het in de krant gelezen heb, dan betekent dat, als je dat ook niet aan je kameraden vertelt, dat je ze willens en wetens blootstelt aan dezelfde risico's. Ik las ook dat hij op pad is gegaan om betrokkenen te gaan zoeken. Dat is al helemaal niet zo als het zou moeten. En stel dat je een operatie doet die herhaald wordt en waar je nog een keer afgelost wordt, breng je ook die aflossing nog een keer in gevaar. Dus ik ben blij dat het aanhangig is gemaakt met OM. De vraag is of men na 10 jaar nog aan de juiste feiten kan komen. Je zou wel kunnen zeggen, dit geeft wel aan dat het met de screening in het geval van Marco Kroon verkeerd is gegaan. Nee, want een screening. Ze eisen hele hoge eisen, zegt u net zelf. Dat ook is zo. Het is serieus, het is nogal wat om tegen iedereen je mond te houden. Zeker. Het vergt iets van je kop. Maar dat is zo. Maar je leest in het IVD jaarverslag dat ze vorig jaar 45.000 screenings hebben gedaan. Dat wordt zeer serieus gedaan. Dat zijn niet allemaal nieuwelingen, dat zijn ook herhalingsscreenings. En daar heb je een periode, dat je vroeg net ook van, dat doen die diensten allemaal. Ergens begint ook vertrouwen. Je kunt er niet omheen. Als ik nu een screening doe van Paul van Liemt en die is tip-top. En volgende week raak je geïnteresseerd in een pokerspel. Je huis gaat onder water en je moet alimentatie betalen. Dan ben je opeens gevoelig voor dingen die ik op een week nadat je dat gedaan hebt zeker niet weet. Dus ja, dat risico loop je altijd. Zoiets moet er met, niet letterlijk dit, maar zoiets moet er gebeuren. Nou ja, ik hoop het niet. Maar wat ik me afgevraagd heb, is dat hij natuurlijk tevoren heeft hij die militaire Willemsorde. Heeft hij om terechte redenen gekregen. Er zijn wel meer mensen die toch wel schade op hebben gelopen bij dat soort operaties. En wellicht dat hij in een ingewikkeld verwerkingsproces zit waardoor hij dit soort dingen doet. Of misschien heeft hij alle gelijk van de wereld, ja. Dan zal iedereen besmuikt in de hoek van de kamer kijken. In ieder geval, ik had het over dat safehouse. Informatie verzamelen vanuit het safehouse van de MIVD. Ik lees het even voor mijn papier. Ja. Voor het letterlijk, zo staat het overal. Ja, ik kan dat. Maar dat safehouse, dat zegt mij niks. Nee, het zegt mij helemaal niks.